niet verloren gaan, hè? Uit de A-categorie, dames en heren, weer zo'n kolossaal kasteel op wielen. Van onze carnavalsclub, Ben de Gek. En ik denk, het spreekt voor zich. Het motto wat zij hebben is de opera. Geen idee. Met een boemeldokse platenparade. Muziek is natuurlijk rete belangrijk in de carnaval. Ook in de optocht. Boemeldonk staat er wel een klein beetje onbekend. Met de blaaskapelletjes. Vanaf 1993 is hier elk carnavalsliedje dat winnend de competitie afsloot. Is op een cd'tje gezet. En tegenwoordig is het allemaal digitaal natuurlijk. En daarom gaat de CV geen idee dit jaar helemaal uit zijn plaat met de Boemeldonkse platenparade. Van de
Ons kriebeltje is de gangmaker, maar dat is al jaren, hè? Dat is al jaren. En de volgende aanwagen, dames en heren, die hier zachtjes aan begint voor te rollen bij de tribune, is de A-wagen van de Black Eagles. De Black Eagles. Ik heb daar straks al eventjes die mooie toekan gezien van de mini Black Eagles. En de papa's en de mama's, die doen dan nog eens eventjes dunnetjes over. Onder het motto, leven in de brouwerij. Trots als een aap zijn we op Wim van de Kiebron, de bierbrouwer uit ons eigen dorp. Iedere keer weer krijg je voor elkaar om de lekkerste biertjes te brouwen. Uit zijn eigen schuurtje, de Vogelkooi, komen al die heerlijke brouwsels. Hij wist zelfs de wereldtitel op zijn naam te schrijven met een van zijn bieren. Het beste quadruple bier. Wat er is in de wereld. Nou, er is bij de brouwer altijd veel volk over de vloer. Maar vandaag is het extra druk in dat mooie Boemeldonk. Wij helpen Wim een handje mee in de brouwerij. En zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. Alle keteltjes gepoetst zijn. Het bier is klaar. Leven maar. Leven in de brouwerij. Het is natuurlijk wel een motto op elkaar nog wel zwaar, dames en heren, maar het is ook serieus waar ook. Het beste donkere bier, quadruple, komt uit dit mooie Boemeldonk. Recentelijk een wereldtitel gewonnen. Yeah.
wagen die er nu aankomt is van CW Pienraad. Slaan we jou aan de haak is hun motto van dit jaar. We hebben natuurlijk hier een aantal evenementen, Prinsenbeek, waaronder Winterwonderbeek, de schaatsbaan. En waar zouden die zijn zonder de ijsmeesters? Wat zou de kuil zijn ons zwembad zonder de badmeesters? Wat zou onze brandweer zijn zonder al die vrijwilligers? En wij zien op dit moment dat er een tekort is aan vrijwilligers in ons dorp. En CV Pienraad die zegt, kunnen we jou aan de haak slaan? Kunnen we jou tot een van die vrijwilligers maken om die evenementen die wij hier in het dorp organiseren de juiste invulling en kleur te kunnen geven die we met z'n allen graag willen. De A-wagen van CV Pienraad. Van deze clubs, dames en heren, die hun eigen muziek maken op de wagen. Dat ze met die muziek eigenlijk al jullie de informatie geven wat het motto en de doelstelling is, waarom dat ze deze wagen zo gebouwd hebben. Misschien niet nog, er is een tekort. Wie staat je?
zei je toch? Die doedelzak past precies bij ons carnaval. Hou doedels, hé! En dan kunnen we aan het begin van de straat. Je ziet al een A-wagen aankomen van de Bixeldraken. Dit is nou zo'n voorbeeld van zo'n clubje. Wat ooit begonnen is als de eerste 10 deelnemers die je zojuist voorbij het ziet komen uit de kinderopkoop. En als die mannen dan uit de reslof schieten, dan maken ze zo'n golf van A-wagen. Waarbij de maten bij ons in Boemeldonk zijn vastgesteld. Ze mogen niet hoger zijn dan 11 meter, niet breder zijn dan 4,5 meter en de lengte gekijkbaar. Om even een voorbeeldje te geven, er is hier een club geweest, de Kletterbekken, die in staat waren om een wagen te bouwen van 44 meter lang. In de zomer met de stellen, met de oplegers door het dorp moeten rijden om te kijken of dat het allemaal paste. En zelfs in de beek wordt er rekening mee gehouden. Lantaarnpalen hebben draaibare koppen, want anders kunnen de wagens niet langs. In de polder worden de bomen gesnoeid om die grote jongens er langs te kunnen. Maar die A-wagens die zullen pronken hier in de mooie straten van Boemeldonk. En de afmerking, dames en heren, het is zo dat deze categorie past niet in de binnenstad van Breda. Dus wij kunnen helaas deze dingen niet in Breda laten zien. Boemeldonkse carnavalsfeest is natuurlijk een uniek feest, een vrolijke kleuren en vrolijke klanken. En gepassioneerd door de inzet van vele Boemeldonkers die dat allemaal vrijwillig doen, hebben ze de doedelvereniging opgericht met het motto opgeblazen. En zoals we hier in Boemeldonk gewend zijn, dames en heren, iedereen doet mee, iedereen draagt naar zijn steentje aan bij. En ik kan je verzekeren dat in de navallen natuurlijk mee qua temperatuur, maar als je in de bouwschuren staat en je staat met je vingertjes in de lijm, in de koude lijm, om dit allemaal bij elkaar te plakken, het is een opgave, het is een opgave. En ook hier geldt voor natuurlijk het detail waarmee zo'n wagen weer gebouwd is, dames en heren. Is van uitzonderlijke klasse. En misschien begrijp dan, als je zo'n ding voorbij ziet rijden en je hebt ooit zelf een keer in een bouwschuur gestaan, dan snappen de Boemeldonkse kreet: een carnaval is een emotie. We'll be right back.
staat altijd een beetje drukkerij. Die schaften niet maar bouwen dan een feestje. Een lekker deutje hoort het dan echt bij. Het feest dat wordt een grote polonaise. En niemand blijft meer stilstaan aan de kant. En alles gaat nu ook vanzelf meedoen. Er rolt een polonaise van de band. Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de polonaise. Geen malaise, bij ons in Boemolen. Dat is net voor Breda, deel zelf. We drukken door en dan in drukkerijen. Boeren met ons mee, we zullen niks mee lijden. Dan wil weer lachen, het wordt een dolle boel. En Marian, dat zijn de schouders niet. Het zootje staat te springen en te hossen. De opzichter die doet er vrolijk mee. Hij roept naar iedereen. Ik geef een rondje. De meute roept toen mij er één of twee. Met drank en bier begint het snel te werken. En iedereen die moet naar de wc. Van chagrijn is daar niet veel te merken. Want hier doet deze drukkerij ook mee. Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de polonaise. Geen malaise, bij ons in Boemolen. Hey Kees, als je meedoet, krijg je van mij een rondje. We drukken door en dan in drukkerijen. Doe er met ons mee, we zullen niks mee leiden. Dan gewoon in lachen, het wordt een dolle boel. Ja, de polonaise is een drukkerij. Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de polonaise. Geen malaise, bij ons in Boemolen. We drukken door en dan in drukkerijen. Boeren met ons mee, we zullen niks mee leiden. Dan wil weer lachen, het wordt een dolle boel. Het is om CV met de Wachtsliggers. Ook dit is een club heel jong begonnen. En nu met een trotse A-wagen meedoen in de mooiste Boemelhoekse optocht. Hun motto is in de drukkerij. De drukkerij is het altijd een drukte van je welste natuurlijk. Ze werken al langs de Polonaise ooit. En natuurlijk moet die klus met de carnaval moet die geklaard zijn. En om dat voor elkaar te krijgen, wordt daarmee man en macht wordt eraan gewerkt. Maar als de drukkers dan eventjes aan de drukte kunnen ontsnappen, dan duiken ze in de carnavalse gezelligheid. CV de Dwarsliggers. En voor hen maakt het niet uit, iedereen jong of oud, verbroedering alom, alles past in die rij.